Dag Koen, welkom. Dag Aleen. Op het allereerste interview dat met beeld of met geluid er gaat zijn voor ons lievelingswijkkrantje, Het Kwartiertje. Ja. Heel tof dat jij, dat jij dat wilt doen en dat we dat met u mogen doen. We kennen u natuurlijk van film, van theater, van luister-cd's, Het Geluidshuis, van reclamespotjes. Van hier in de buurt rond te rijden. En van hier in de buurt. Te wandelen met een hond. Absoluut, ja, inderdaad. Je bent hier inderdaad vaak in de buurt met een deel van uw gezin of met de hond, Wolf, denk ik. Ja. Wat vind je... Komt hier graag? Ik kom hier heel graag. Enfin, ik woon hier nu ook al 18 jaar in Berchem. Dat is mijn thuis geworden. Ja. En wat vind je leuk hier aan deze buurt? Wel, ik heb dat hier gekend voor de grote hernieuwing. Dat was zo braakliggend terrein. We kwamen hier soms zo wat... fotoshoots doen voor series of voor films, voor promotie. Of als we hier passeerden, dachten we altijd, wat is dat hier voor een plek en zo. Dus ik vond dat eigenlijk wel een heel intrigerende plek. Voilà. Maar ja, dus dat was, wij wonen hier al 18 jaar achter de hoek, in de Weidestraat. Ja. Dus dat heeft altijd wel een beetje een magische uitstraling gehad en een rijk verleden. Maar nu, ja, dat is elegant, dat is stijlvol, en toch, dat bruist. En is het dan nu niet soms bijna een beetje te afgelekt voor u, als je zo ook de rock'n'roll kant hebt gekend van deze buurt? Ja, nee, ja, ik wil dat zien veranderen. Dat geeft eigenlijk zo'n enorme rust. Ja. Ik kom hier regelmatig, dus ook eens 's avonds. Zo. In de lockdown zou je hier vaak komen wandelen. Ja. Met een hond, waarvan wij altijd de kak opruimen. en dat ik vind dat heel gezellig, zo die avondelijke sfeer hier, zo fijn, zachte verlichting. Mm-hmm. Want wat verwacht je van een buurt waar je woont? Wat is belangrijk voor jou om te kiezen voor ik ga daar of daar gaan wonen? Ja, wat dat bij ons toch vooral heeft meegespeeld, was dat het betaalbaar was. Ja. Mm-hmm. Toen we erin zijn gekomen, waren Ariane en ik 3 jaar samen. En we brachten van ons tweede kindje. Nee, die was net geboren, ons Roos. En 3 weken later zijn we verhuisd naar de Weidestraat. Omdat dat was toen nog uit de hand te koop. En dat was in vergelijking met de prijzen nu, was dat spotgoedkoop. En wij konden dat betalen. Ik moet wel zeggen dat Berchem in 2003 dat nog niet zo hip was. Mm-hmm. Het heeft de Drie Koningenstraat en de Staatsstraat, dat was best wel rumoerig en soms wel wat shabby zo. Mm-hmm. Was ook nog in 2 richtingen. Ja. Dus je moest echt uitkijken dat je kind niet onder een bus terecht kwam. Ja. Bij wijze van spreken, maar mm-hmm. toch. Dus en sindsdien hebben we dat stelselmatig zien hoe moet je dat zeggen, rustiger worden. Mm-hmm. En zien opleven ook, fijne cafeetjes die erbij kwamen. Ja. Dus wat de buurt nu is eigenlijk een reden om niet meer te vertrekken. Namelijk, heel divers vind ik plezant, jong en oud en allerlei afkomsten en... rangen en standen. Ja. En dat vind ik wel fijn. Ja. Dus dat trok mij aan toen. En het feit dat nu eigenlijk een van de meest zwingende plekken is in Antwerpen, vind ik wel tof. Interessant, hè? Ja. 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 Gaat het al even over uw dochter en uw vrouw, Ariane van Vliet, die ook een bijzondere actrice is. We gaan straks over uw artistieke leven, maar... Omdat je het over je dochter hebt, denk jij met 2 artistieke ouders of denk jij dat je dochters ook dat pad gaan kiezen? Of zie je dat al gebeuren? Of? Ja, ik denk, we zien het gebeuren. Is het waar? Ja. Ons Anna, de oudste, zit nu op de Kask in Gent. Ja. Ook voluit de kaart van de dramatiek gekozen. Zeer, zeer talentvol. Mm-hmm. Wow. Ze heeft er even zin in en...
Het spat er ook af als je ziet spelen op de zevende kunsthumaniora en op de Steinerschool ook al. Ja, ze vindt dat gewoon echt heel fijn, ook om dingen te verzinnen en te maken en te creëren. Mm-hmm. En ze is daar ook heel groepsgezind in. Ja, heel fijn. En we hebben dat gestimuleerd, denk ik, door onze levensstijl. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Wij spreken daar vaak thuis over en altijd met plezier en, mm-hmm. allee, of passie. We hebben ze heel vaak meegenomen, mm-hmm. bij voorstellingen. Ja. Dus ja. En ons Roos ook, die zit nu ook op een zevende jaar kunsthumaniora. De kunsthumaniora. Is dat dan? Ja, typisch Antwerps weer. Dus overal is dat kunsthumaniora en in Antwerpen is dat de kunsthumaniora. Maar dus daar zit zij en ook daar, die heeft ook al blijk gegeven van onwaarschijnlijke vurig talent. Ja, dat is echt gewoon om te zien. Is dat iets dat jij zelf van je ouders hebt meegekregen? Cultuur, theater? Ja, zeker. Zeker. Ik herinner mij bij ons thuis alleen maar bijeenkomsten van kunstzinnige mensen. Ja. Allee, ik zal het anders zeggen. Mijn vader en moeder zaten in een koor. Mijn vader was koorleider. Ja. Dus dat was minstens één keer per week was het koorrepetitie. Mm-hmm. Waar dat wij dan met een lichte mentale dwang bijgesnokt werden. Dus ik zong in mijn koor vanaf mijn 6 jaar. En met mijn zo stoere tegenzin. Maar stiekem vond ik dat wel echt ongelooflijk. En ik heb me daaraan overgegeven. En eens dat ik 11 jaar was, vond ik dat echt de max. Ja. En nog steeds vind ik dat. Want jij hebt dan zelf eigenlijk een bandje, De Post. Is, nee. dat, zijn jullie daar, is dat helemaal gedaan of treden jullie daar nog mee op? Of? Nou ja, voor mij was dat... Dat ligt nu even stil. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar meer omdat ik toch op een bepaald moment in mijn leven beseft heb dat ik eigenlijk niet elk plezier in mijn leven moet volgen. Mm-hmm. Of zoiets. Nee, of ten gelde maken of daar een dat, ik heb ook echt nood aan hobby's. Ja. 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 Ik zal het zo zeggen, je kunt niet van elke hobby een beroep maken. Mm. Ja. Dus ja. Ik doe toneel en ik vind dat echt de max. Mm-hmm. Ik vind film en televisie al zo'n uitbreiding waarvan ik zeg van, is dat nu wel nodig? Ja. Maar muziek is... Ja, ik ben dat gaan doen ook, omdat ik dacht van, ben dat filmen even beu. Ja. Maar daardoor ben ik op het randje gekomen van de muziek ook beu te zijn, omdat dat allemaal dan moest. Mm-hmm. En, mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En dan wil je het ook goed doen. En... Ja, het is dat. En daar zit zeker ook zo'n ambitie in, die gelinkt is aan faalangst en zo en al die dingen. Ja. Daar kom je dan achter van, je wil dat dan goed doen en eigenlijk gaat het plezier dan wat weg. Ja. En ja. Dat is eigenlijk in de lockdown is dat stilletjes aan wat teruggekomen, maar ik ben enorm op mijn hoede om dat weer... Om weer de hort op te gaan en daar iets mee te doen. Ook al zitten de bandleden er een beetje achter. Ja. Ik ben ook nieuwsgierig, omdat je bent een duizendpoot. Allee, je doet inderdaad, we hebben het in het begin al gezegd, ja, theater, toneel, series. Maar ik hoor u precies zeggen, dus dat van al die dingen, heeft toneel uw voorkeur? Of is dat kort door de bocht? Nee, dat is niet kort door de bocht. Dat heeft zeker mijn voorkeur. Ja. Ik vind sommige aspecten van filmen, van het werk, van op de set aanwezig zijn en op zoek gaan naar de juiste toon met de tegenspeler of luisteren naar de regisseur, die natuurlijk voor ogen heeft wat hij wilt. Mm-hmm. Ik vind dat wel fijn om in te tunen. Ja. Maar heel vaak vind ik het gewoon ongelooflijk saai. Mm-hmm. Wat dan? Wat vind je het herdoen? Ja, ik merk dat ik de spanning van erop of eronder... Ja. Wel, nu, in dit moment moet het gebeuren. Ja. En juist, dat vind ik het mooiste ook. En ik vind het ook leuk als iets mislukt. Ik vind want dat, na een verloop van tijd in theater bestaat het eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Mm-hmm. Allee, dat bestaat natuurlijk als je een blackout hebt mm-hmm. of als de timing zodanig verkeerd is. Allee, er zijn aspecten. Mm-hmm. Maar er is altijd de herstelmogelijkheid of de dans er rond. Of, en in televisie en filmwereld wordt het dan kut geroepen. Omdat het niet past binnen het plaatje van de verwachting. Mm-hmm. En dat vind ik soms jammer. Ja.
Kunt je eigenlijk... herinnert je een anekdote tijdens theater waarbij dat is voorgevallen? Dat je zegt van het liep helemaal mis of ik struikelde of mijn tekst. Of, en hoe dat je dat dan hebt opgelost? Ik probeer zo recent mogelijk... Ja, bijvoorbeeld eergisteren was met Wouter Hendricks, die meespeelt in de voorstelling nu, met Lazarus. Mm-hmm. Waren aan het spelen. Het was even geleden, want Wouter vervangt iemand. Mm-hmm. En halverwege een redelijk lang stuk tekst dat hij moet doen, valt er een stilte, een boeiende stilte. En aan het boeiende deel van die stilte begon het wrange deel. Namelijk een soort blik van Wouter. Van... ik hoop dat dat nu is, want ik weet het eigenlijk even niet meer. Echt geweldig. Dus ja. Dat. Ja. Maar wij, dus de tegenspelers, Gunter Lesage en ik, wij wisten op welk punt dat hij zat. Maar het was onmogelijk dat wij hem konden helpen, want hij speelde een soort monoloog waarin dat hij politiek incorrect was en zichzelf steeds verder in de nesten werkte. Dus wij zouden zeker geen olie op het vuur gooien. En net op het moment dat een van ons twee toch iets wilt zeggen, herhaalt hij zijn laatste zin, wat nog erger was. Alleen niet qua blackout, maar gewoon qua politiek incorrect. Van, zeg je dat nu nog eens luid op? En het publiek lachte ermee. En door die drive herpakte hij zich. En alles wat daarna kwam, was nog 10 keer zo erg, omdat hij zich probeerde te herstellen. En dat is dan zo geschreven dat het alleen maar erger werd. Dus de paniek in zijn ogen en de poging om het op te lossen, was eigenlijk subliem. Maar dat kun je niet verzinnen. Nee, dat ja, kun je niet spelen. Ja. Ja, dus dat was nu een recent voorbeeld. Ja, maar ja. Voor mezelf heb ik ook al vaak, allee, of vaak toch, meer dan u lief is, heb je soms eens een blackout. Ja. En de oplossingen daarvan zijn altijd heel leuk. Ja, ja. Niet altijd, hoor. Soms. Ja. Ik ken hem ook, allee, niet in mijn geval, maar dat iemand van mijn collega's dan gewoon naar de coulissen moest gaan om de tekst te gaan halen. En... Ja, even herlezen. Nee. En toen heb ik dat staan oplossen, weet je nog. Ook wel leuk. Geweldig. Nu, en iets anders wat ons leven allemaal een beetje door elkaar heeft geschud, iets anders dan een blackout, is het coronamonstertje. Vermoedelijk heeft dat jouw agenda ook wat door elkaar geschud. Allee, lokken of die voorstelling die waarschijnlijk verlaat is. Maar heb je dankzij die periode ook bepaalde inzichten gekregen? Of dat je denkt, van ja, er waren ook veel goede dingen aan? Ja, zeker. Ja, ik ben sowieso absoluut voorstander van een verplichte landelijke platte rust. Ja. Ik zou het echt geweldig vinden dat we een soort coronaweek inlassen. Sabbatical of een beetje ja. Wat dat joh. We hebben onlangs in het buurthuis 28, in het gasthuis 28, het nieuwe buurthuis hier, ja. Hadden we Margot van der Straten ja. Ontmoet, omdat zij een paar boeken heeft gegeven. En ja, daar gaat het eigenlijk heel erg over de sabbat. En dat is eigenlijk is dat iets waarvan wij toen ook dachten van... Geweldig toch, om ja. Verpleegd een dag per week. Ja. Maar goed, ik heb je onderbroken. Zeg nee, maar het is dat. Ja. Het is dat en het bizarre aspect daaraan. Dus mensen gaan terecht zich vragen stellen over inperking van vrijheid. Ja. Mm-hmm. De manier waarop dat die vrijheidslust zich dan manifesteert, zoals gisteren, is zo compleet tegenstrijdig. Ja. Maar goed, dat zijn die bepaalde individuen die eigenlijk sowieso... Eigenlijk, op alle manifestaties waarschijnlijk wat kind ja. Gaan schoppen. Ja. Misschien. Maar zo, ik voelde bij mij een soort bevrijding door het feit dat er een... Ja, hoe moet je het zeggen? Een heerkracht was die mm-hmm. Besliste van... Graaf, je mag nog zoveel willen. Ja. Allee, als dat je wilt. Er mag niets. En je kunt ook niets doen. En dat was zo plezant. Ja. Wetende dat we in België leven en dat we... Ja, een vangnet. Ja, dat je financiële vangnetten hebt. En ja. Dus dat vond ik ongelooflijk. Maar ik vond dat ook, qua inzicht heel vernieuwend. Ja. Dat ik dus heel een tijd dacht van op het juiste moment kan ik wel gas terugnemen. Maar dat bleek dus niet zo. Ik pleit nu niet voor dat de overheid gaat verplichten, maar ik pleit wel voor meer gesprekken over wat wil dat eigenlijk zeggen, vrijheid. Mm-hmm. En dat heeft mm-hmm. veel meer te maken met jezelf durven mm-hmm. in toom houden ja. dan jezelf de hele tijd
vrije teugels geven. Ja. Dat is een, daar is een misvatting rond. Ja. Ja. Voilà. Dus dat. En dat dan in combinatie met mijn gezin. En enorm merken dat ik op zo'n ongelooflijk goede wei zat. Mm-hmm. In de Weidestraat. In de Weidestraat. Geweldig. Nee, ja. dat heeft er mij toe geleid dat ik mijn vrouw ten huwelijk gevraagd heb. Zwat, ongelooflijk, je ziet. Ja. Halleluja, corona. Ja, zeker. Dus het heeft alleen maar... En ze heeft ja gezegd. Dus dat is super. Ook wel fijn. Ja, wauw. Proficiat trouwens. Ja, merci, ja. En dus die cocon bij ons thuis was ongelooflijk fijn. Wauw. Ja. Het corona, dan gaan we het niet meer per se over corona hebben, maar inderdaad, het zegt veel meer dan alleen corona. Maar je spreekt ook een reclamespotje in rond kindervaccinatie, denk ik toch, hè? Ja. Als je zo... En Volkswagen, zit jij dat ook? Of niet? Ja. Ah, dat zit je ook. Ik wist niet. Kijk, als je mij op de radio hoort, dan is het financieel nodig, snap je? Dan zijn er iets te weinig voorstellingen geweest. Maar wel een... Hè. Ja. Economische noodzaak blijft voor een acteur. Ja, dat snap ik. Maar mijn vraag was ook inderdaad, zijn het dingen, ga je alleen maar iets inspreken waar je echt gevoel hebt van, ja, achter die dienst of service of product sta ik wel, of maakt het op zich niet zo heel veel uit? Als ik eerlijk ben, maakt het niet zoveel uit. Nee, oké, okay. Ja. Ja. Mm-hmm. Het zijn heel interessante discussies geweest tussen, iets politiek correctere collega's van mij en mij. Ik zie mezelf als de persoon die ingehuurd wordt om reclame te maken op de markt voor heerlijke tomaten. Omdat een boer wat schuchter is of hees. Mm-hmm. Of omdat ik het beter kan verkopen. Ja. Je zou kunnen zeggen, het is zonde dat je talent daaraan leent. Ja. Maar er is niks mis mee om te even welk product, alles met mate, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Mm-hmm. Nu, je zou kunnen zeggen, het is een tijd van autoverkoop, zoals telkens aan mogen verminderen. En ik denk dat dat zich gaat doorzetten en dat dat onvermijdelijk is. Ja. Mm-hmm. Of dat ik pro-vaccinatie ben, omdat ik het inspreek, dat is iets anders. Ik denk niet dat ik reclame zou maken voor bangmakerij rond de vaccinatie. Dus daar zou ik wel een grens trekken. En ik ga ook geen reclame maken voor suikerproducten. Maar een auto is op zich wel best vervuilend. En dat is een groot probleem. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar daar heb ik dus eigenlijk geen morele bezwaren mee. Het zijn nog altijd op zich degenen die zich besmet voelen door het virus van kooplust. Mm-hmm. Zonder nadenken. Die moeten nadenken over hun gedrag. Voilà. Ja. Dus, nee, ik heb daar geen morele bezwaren. Nee. Nu ben ik even mijn draad kwijt. Ik ook. Er wordt soms gezegd dat een van de doorbraakmomenten is er gekomen met Dagen zonder lief. Ervaar jij dat ook als een kantelpunt in jou? Maar dat is trouwens een film, dus als je eigenlijk vooral voor theater zit, is dat misschien geen terechte vraag. Maar ervaar jij dat ook een beetje op de een of andere manier als een kantelpunt? Ik denk het wel, ja. Omdat ik wel kan zeggen, er is niks zo irritant voor iemand die graag speelt als veroordeeld worden tot het opbrengen van een brief. Hè? Vroeger was dat de boutade. Vroeger was er zo eerste plan, tweede plan en derde plan. Ja? En de eerste plans waren de hoofdrolspelers en de tweede plan waren de bijrollen en de derde plan. Ja? We moesten de speer brengen als er gevochten werd of moesten de brief van het motorisch moment in de voorstelling brengen. En voor de rest moesten die vooral van achter blijven. En alle jongere spelers, actrices, acteurs, die worden veroordeeld tot dat soort... start in hun beroep. En dat is volledig, gelukkig, denk ik toch, volledig weg. Ja. Omdat er een opstand is gekomen van mensen die graag werkelijk deelnemen aan hun beroep. En ik denk dat die een opstand eigenlijk wereldwijd is in alle beroepen. Dus dat is een... Nu is dat een logische evolutie, maar toen was dat nogal... Moest daar een revolutie voor zijn. Dat ging gepaard. Herinner ik mij niet, want dat was in mijn tijd was die strijd al beslecht.
Maar ik heb gesprekken gehad met acteurs die echt bijna op de vuist gingen. Als ze durfden de brief opbrengen en dan naast een hoofdrolspeler blijven staan om misschien een klein scènetje te spelen of zo. Stop, hè. Einde repetitie, hè. Ja. Maar ik ga er nu geen namen noemen. Mm-hmm. Maar voilà, dus, allez, ja. Ik bedoel dan van de mensen die de repetitie dan stillegden. Ja. Maar wat betreft het doorbreken... Ja, die doorbraak was er al toen dat ik mocht creëren, mm-hmm. ten volle, in een vrijhaven van een mm-hmm. eigen gezelschap, een eigen collectief. Dus het voelde niet zozeer als een doorbraak naar ik mag nu doen wat ik wil, maar ik weet wel dat de Felix, die toen heel vaak kwam kijken, en een van de weinige regisseurs was eigenlijk, filmregisseurs die vaak kwam kijken in het theater, dat die voor zijn gevoel de betere acteurs gewoon ging scouten. Ja. Mm-hmm. En die in vuur en vlam kon staan van iemand en zeggen van met die mensen wil ik werken of ik heb daarvoor iets in gedachten of zo. Ja. Dus dat was eigenlijk meer een verlengde van hoe dat ik mij op dat moment mocht en kon ontplooien op podium. En ik had voor het eerst, en daardoor kwam ik erop, ik heb wel af en toe wel kleinere rolletjes gespeeld in filmseries en in de heterdaten. Kampioenen bijvoorbeeld en dat soort dingen. Ja. Wat overigens heel plezant was. Ja, en dat was eigenlijk een gastrol, dus dat was nog iets anders dan dat je daar aan een café toch zit als 11e pintdrinker van rechts. Ja. Maar er zijn heel vaak jonge... afgestudeerde acteurs en actrices die gevraagd worden voor een leuke bijrol in een van de dailies, een van de afleveringen. En eigenlijk moet je dan alleen maar wat staan blijten omdat je kind verloren hebt. Of van, nee, ik heb het echt niet gedaan, meneer de onderzoeksrechter. En alle leuke scènes gaan naar de andere mensen. Dus je wordt daar eigenlijk triest van. Dus ik heb na een tijd ook, naast het feit dat ik twee keer zo zwaar te laat ben geweest, dat ze me eigenlijk op een zwarte lijst hebben gezet... Dat was met de Jodenmeijer. Dat is eigenlijk nog wel een grappige anekdote, maar ik was ene keer zwaar te laat, 2 uur te laat, en die waren echt zo razend. En die zei, volgende keer, morgen als je komt, breng de fles wijn mee. En voilà. En de volgende dag was ik weer 2 uur te laat. Maar gewoon omdat ik mijn callsheet verkeerd gelezen had en waarschijnlijk te veel gedronken had. Maar goed, dus daarna hebben ze me 5 jaar niet meer gebeld. Maar ik wil maar zeggen, dat was nooit verrijkend om dat te gaan doen. Je wordt nooit uitgedaagd om te zeggen, ja, probeer het eens anders. Nee, kom, zeg je een tekst en ga weg. Dus ik had echt een dégoût van de film- en televisiewereld. Mm-hmm. Ook al omdat ik eigenlijk heel weinig boeiende... Er waren eigenlijk geen echt boeiende films. Mm-hmm. Ik vond Daans wel iets... Dat vind ik wel boeiend. Maar daarnaast, de kleinere films waren saaie films. Mm-hmm. Best grof, hè? Zo voelde ik het toen. Duidelijk. Dus toen dat Felix mij vroeg om mee te spelen in Dagen zonder Lief, voelde dat wel. En dat was wel echt fantastisch. Ja. Maar en bijvoorbeeld in De Helaasheid der Dingen, daar kon je in je eigen home-dialect spreken. Heeft dat dan extra waarde voor u of niet per se? Dat had wel extra waarde. Ik ken dat. Dat ging voort op het plezier dat je hebt als speler. Als je kunt en mocht werken met een regisseur die mm-hmm. echt optilt. Die zo gelooft in je als speler. Die nieuwsgierig is naar wat je nu gaat doen. Hè. Ja. Dat heb ik ook wel een paar keer meegemaakt. En dat is heel fijn. Maar het feit dat je in je eigen dialect mocht spreken, in je eigen streek speelt... En dat ik toch wel heel veel van die situaties... Ik zal niet zeggen... Ja, nee, ik heb toch wel... Je herkent ze. Herkende, ja. Ja, echt wel. Ja. Okay. Ja. En ik ben altijd... ben opgegroeid bij wijze van spreken in een café. Mijn ouders hadden een café in Meren. Het Merenland. En dat was de place to be daar. Ja, ik heb het tafereel gezien. En de gretigheid en het plezier en de baldadigheid ook van sommige van mijn vaders beste vrienden, van mijn vader zelf, die altijd meer aan de guitige kant van de zaak stond. En, en,
En die ook de, via het feit dat hij ongelooflijk veel goed piano speelde en orgel en trekzak en al die dingen, was hij het muzikale tapijt van zijn vriendenkring. Mm-hmm. En ook waar iedereen toch wel naar opkeek, van als André erbij is, is het wel, heeft het wel iets meer niveau of zo, iets meer klasse. Wat ik wel kan tegenspreken als je hem dan de volgende dag om 2:00 middags tegenkwam. Leeft uw vader nog? Uw mama weet, ik heb je verloren aan kanker, maar uw vader is ook overleden. Ja, mijn vader is vorig jaar in december gestorven. Ja, oké. Okay. Ja, je schrijft ook, schrijft zelf ook. Vind je het even leuk om te schrijven als spelen? Of speelt je liever dingen soms die je zelf hebt geschreven? Of... Daar heb ik zelf geen onderscheid in. Ik vind het echt allemaal zo leuk. Oké, geweldig toch? Ja. Maar ik vind het echt heel tof om mij te kunnen verplaatsen in de fantasie en in de... In de fantasiewereld van iemand anders. Ja. Allee, zowel wat betreft een karakter, dus een rol, als in het grotere verhaal van iemand. Mm-hmm. Dan kunnen we inleven wat Shakespeare kon bezield hebben om Hamlet te schrijven. Of wat dan een kameraad heeft bedoeld met een bepaalde monoloog, terwijl dat we iets aan het creëren zijn en zo. Ja. En dat dan zo goed mogelijk brengen. Of in een serie een deel van het verhaal invullen, maar wel benieuwd naar wat... Als ik twijfel, wat, even die schrijvers bellen. Die nieuwsgierigheid wie zou dat zijn? Ja. Het is niet altijd zo dat je te weten komt doordat je de schrijver kent. Of leert kennen via zijn biografie. Of dat je hem belt van wat bedoel jij ermee. Je hebt altijd jezelf als projectievlak. En je kunt alles doen wat je wilt. En waar ben je nu vooral mee bezig? Met welke... We hebben nu met Lazarus, ons collectief, gezelschap, ons gezelschap, hebben wij een iets gecreëerd. Iemand moet het doen, dat is... Dat is ook een uitgesteld ding, nee? Dat was wel grappig, pijnlijk. 4 dagen voor onze première was het lockdown. Ah, ja. De eerste. Lijkt al 5 jaar geleden eigenlijk. En voilà, dat lag sindsdien op het schap. En dat hebben wij nu in september terug opgepikt. Ja. Die voorstelling, je zou kunnen zeggen, 4 dagen voor de première is dat klaar. Maar in ons geval is dat niet zo. Omdat dat weer iets anders wordt, ook een beetje waarschijnlijk. Doordat er toch die tijd is overgegaan of niet. Dat voor een deel. Maar ja, we hebben dat natuurlijk nog nooit meegemaakt. Dat we iets hebben bijna klaargestoomd en dan laten liggen. Ja. Het gebeurt soms wel dat je dingen herneemt en dat je dan een beetje andere visie krijgt. Maar in dit geval... het zegt meer over onze manier van werken. 3 dagen voor een première zijn we echt nog niet klaar. Oké. Dan, stress. Stress. Ieders mening komt tot een kookpunt. En ook creativiteit. Dus dat is een onderhandelen van goestingen en visies... Dat je echt afvraagt, waarom zou je niet met een regisseur werken, sukkels. Maar omdat eigenlijk de som van de delen is altijd veel groter. Ja. Iedereen staat daar volledig uitgeput op de première. Met het laatste restje energie speelde dat. Maar iedereen is ook wel overtuigd van, ik heb er alles uitgehaald wat ik dacht dat erin zat. Ja. En dan spelen we dat en dan is dat eigenlijk altijd veel beter dan dat je min of meer braaf... zou uitvoeren wat een regisseur doet. Ja. Of vraagt van u. Wow. Zo'n ding. Maar dus dat zijn we nu aan het doen. Iemand moet het doen, is het de voorstelling. De vraag of dat kunst de wereld kan redden. En of dat niet beter is om een heel duur schilderij te stelen en te verkopen op de zwarte markt. En dat geld te spenderen aan iets dat er echt toe doet. En ik vind het wel geestig om dat als artiesten zelf voor te stellen. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje een thema dat in de serie De Kraak, denk ik, naar boven komt. Van, is iets met goede bedoelingen, een slechte daad met goede bedoelingen, is dat wel een slechte daad of niet? Alleen een beetje het Robin Hood gehalte. Wat vind jij daarvan? Ja, het hangt er ook vanaf wat. Hè. Dus het leuke aan dat soort premisses is de nuance. Hè. Ja, ja.
Ja, als je zegt van het is absoluut gepermitteerd, ja, dan is het total mayhem. Dan, ja. Dan is dat een vrijgeleide. Net zoals dat vrije meningsuiting absolutie iets is om voor te vechten, als je meeneemt dat dat ook iets is, dat je vecht voor de vrije meningsuiting van de persoon waarmee je het niet eens bent. Ja. Dus in die zin kunnen zeggen... Het grotere geheel. Ja, het grotere geheel. Ja. Maar je kunt ook niet van iedereen eisen dat die constant met het grotere geheel bezig is. Mm-hmm. Ja. Dus in die zin moet het ook genuanceerd zijn. Maar als mensen zeggen, ja, ik ga nooit naar theater of zelfs film, interesseert mij geen knijt. En ik wil gewoon dat dat geld dan iets beter besteed wordt. Dan kan ik dat begrijpen. Mm-hmm. Ja. Je hebt zelf al veel prijzen gewonnen, ook met je tv- en filmrollen. Wat is dat iets dat u heel hard... wat doet dat met u? Ik vergeet dat. Mm-hmm. Maar dat blijkt gewoon. Het leven is gewoon veel boeiender dan dat. Ja. Maar ik herinner me wel... Dat mijn ijdelheid streelt tot in het oneindige. En dat gaat zelfs meer over dan over de erkenning van collega's of zo. Want die erkenning krijg je doordat mensen met u willen samenwerken en graag samenwerken en zo. Ja. Maar als dat dan ineens zo allemaal officieel wordt, op officiële galaavonden, en dan worden er nog eens tussen al die mensen waar ik zelf naar opkijk en zo, worden dan eruit gepikt en op een pedestal gezet. Ja. Dus dat is... Ik ben er altijd ongespeeld zeer zenuwachtig en van mijn melk. Maar ik kan wel zeggen dat ik ook een periode heb gehad dat mijn ijdelheid te gestreeld was en dat met mij aan de haal ging. Ja. Dat je partest. Maar nooit naar mensen toe, denk ik, maar wel naar verwachtingen toe later. En uzelf dan nog eens grotere verwachtingen misschien? Ja. En dat je dus ik heb zo een tijd, ben zo'n tijdje in een teleurstellingsloop terechtgekomen. Mm-hmm. Dat ik vond dat... Ja, what's next? Ja, je moet altijd meer en beter. En misschien daaraan verbonden, als er een recensie verschijnt van een stuk waarin dat je meespeelt, en die is niet zo goed, lig je daar dan van wakker of kan je ook wel... Ik lig daar niet van wakker. Nee. En ik ben eigenlijk, moet ik heel vaak de eerste in de troep, want dat is meestal wel, dat kan wel pittig binnenkomen. Mm-hmm. Ook als die recensie niet voldoet aan de verwachtingen. Ja, dus, dan ben ik wel een van de eerste om dat enorm te relativeren. Mm-hmm. Dus een mening van één iemand. Ja. En er misschien ook dingen kunnen uit. Ja, en sommige dingen zeggen van, dat klopt misschien wel. En zo. Ja. Of dat heeft die persoon goed gezien, maar inderdaad, daar waren we nog niet of zijn we. Ja. Dus het is altijd een work in progress. Ja. Dat is zo. En mensen zijn, zeker in deze tijd, of misschien van nature, zeer resultaatgericht... En ik heb een indruk, en dat was die avond zo. Zeker voor jonge spelers of makers, dat kan echt... Dat kan een nachtmerrie zijn. Ja. Omdat je zo je hart en ziel soms erin steekt. En dat je zo bulkt van nuance. En dat kan dan in één pennetrek gewoon weggeveegd worden. Dat is zo heftig. Het effect kan enorm zijn, waarschijnlijk ook voor jonge groepen. Ik denk dat Bart van Nuffelen van Marta Tentatief vertelde dat onlangs. Ze hebben hun eerste stuk ooit. Ik denk dat dat hun afstudeerproject was van hem samen met Johan Petit. Ja. En dat hebben ze in het Poortgebouw gespeeld. En ze hebben toen een recensie gekregen, ik weet niet meer van wie, maar die was zo lovend. En Bart vertelde onlangs van voor ons, dat heeft ons toen echt gelanceerd. Ja, dat kan ook. Allee, zoals beginner. Hè. Bij jullie is dat natuurlijk anders, omdat je al zoveel, maar ja. Maar ja, maar je moet af en toe... Het is wel fijn als je... En je voelt dat ook wel. Of er is, excuseer, zeker een periode geweest, hè, nu met social media en zo. En internet is allemaal ook in bereik veel, veel minder. Ja. Maar er is een periode geweest dat een goede recensie in een krant, dat je verkoop kon... Ja. Maar ofwel kelderen, ofwel doen ontploffen. Ja. En als er dan... Als je dan duidelijk ziet van iemand heeft niet goed gekeken... Dat is... Ja, dan kun je wel wakker liggen. Maar zou je die niet bellen dan? Of een keer aanschrijven en zeggen van... Laat ons eens een koffie drinken of kom nog eens kijken? Dat heeft wel gespeeld vroeger, hè. Ja. En ik kan ook echt begrijpen dat mensen naar de redactie stappen. En ja. Met een bepaald
rammellust. Maar het blijft zo, het blijft een mening van één iemand. Ja, en een moment. En, ja, het kan... Maar ik herinner me wel dat mijn vader ooit is... Nee, mijn vader was ook een verstokte theaterganger. Ja. En die ging heel vaak... Hij had een abonnement in de KVS. Ja, dat, ja. En die ging naar een voorstelling kijken. En er zit zo weinig volk in de zaal. Zo, zo'n 50 man in de zaal. En die speelden. En dat was echt fantastisch. En iedereen was zo... Oh, een prachtige voorstelling. En daarna kwam die een acteur, was dat nu Reusens of zo, had hij over verteld, is zoiets. Ik kwam bij hem, mijn vader sprak dan altijd iedereen aan. Iedereen aan, meneer, kom even bij, drink iets. Moet je me toch een keer zeggen? Zo'n prachtig stuk, wat is er gebeurd? De recensent heeft mij vermoord, zei de Reusens. Dus een slechte recensie, een zaal leeg. En toen was dat enige... Medium, eigenlijk. Ja. Amai, wow. Ja. Maar het is wel goed, ook als jonge speler, je kunt dat niet zeggen. Je kunt er niet wapenen tegen kritiek. Nee. Maar je krijgt een beetje... Niet eelt, maar je blijft je openzetten. Hè. Ja. Dat is het plezante van achteraf aan een toog te kletsen. Als iemand zegt, toen vond ik toch niet zo goed. Hè. Vertel. Ja. Ja. Je bent daar niet gretig naar, maar je bent wel bereid om te luisteren. Ja, want ik vind dit en dit... Oké, dat kan, boeiend. Maar je gaat dat wel relativeren. Ja. Want die ene persoon kan ook degene zijn die dan een recensie schrijft. En dat wordt dan door duizenden gelezen. En dan denk je, fuck. Niet tof, maar het is één mening. Ja. Je had het net ook even over social media. Jij bent zelf niet erg actief in social media. Eigenlijk in het publieke leven in het algemeen niet, denk ik. Is dat een bewuste keuze? Ja. Ja. Oké. Dan zijn we eigenlijk gelukszakken, want wij zitten hier. Maar nee, ik vind dat zelf ook zo'n oefening. In, hè, ik kon al wel eens last hebben van FOMO. Hè, ja. De legendarische term, Fear of Missing Out. Maar dat is een term die er nu... Dat is van alle tijden. Mm-hmm. Hè. Seneca heeft daar ook al heel mooi over geschreven. Het probleem is altijd dat je denkt... Hè, het gras is groen aan de andere kant. Wat gebeurt daar? En ik maak niks mee. Maar... Dat vond ik een oefening. Ja. Dat vind ik nog altijd een oefening. En dan helpt niet op social media zitten. Ja, ik mis het gewoon niet. Nee, voilà. Ja. En dat is het. Dus waarom zou ik... Dus het wordt mij wel vaak verteld door... ik heb een agent die af en toe zegt van... Oké, maar jij kunt niks posten of zo van jezelf. Nee, moet ik iets... Maar mis ik iets of zo door het niet te doen? Ja. Misschien hier naar een rol of zo. Dan denk ik, zit nu in een fase... Gelukkig. Ja. Maar gewoon omdat dus die ijdelheid is voldoende gestreeld. Ja. En daarnaast heeft die ijdelheid mij meegenomen naar een gebied van... Shit, in Engeland. En die gaat misschien naar de States. En ondertussen zijn we zo aan het kijken. En hier loopt een kind van u. En hier loopt een kind van u. En daar is een broer. En dan denk ik... Oh jongens, ik mis eigenlijk het echte leven. Ja. Dus, en als ik eerlijk ben, is het nooit mijn droom geweest om beroemd te zijn. Nee. Is je overkomen. Ja. Over dromen gesproken, heb je nog een bepaalde grootste droom? Nee, niet echt. Allee, misschien heb je... Wil je hem niet delen, dat mag ook. Nee, voilà. Ja, maar dat heeft dan meer te maken met... Ik denk, met mijn omgeving. Of, ik zie dat dan meer sociaal of zo dan... Persoonlijk, qua verwezenlijking... Hè. Nog eens een plaat maken, maar... Dat kan gebeuren. Ja. Ik heb het nooit echt gedroomd. Nee. Allee, wat dan mogelijk is, gebeurt. En wat dan niet mogelijk is, dan moet je niet mee bezighouden. Ja. We hebben het daarnet al even gehad over Gasthuis 28. Kent je het Gasthuis? Nee, wel van gehoord. Dus dat is ons nieuwe buurthuis. Ja. En, daar is plaats voor een 40-tal mensen. Moest je ooit denken van, ik wil eens een try-out of zo doen. Tof. Het is maar kleintjes. We zijn met 40, maar dat zou altijd kunnen. Genoteerd. Ja, tof. En voilà. Ja, tof. En er zijn sowieso trouwens, daar is van alles. Hè. Misschien moet je eens naar de website gaan. Er zijn heel veel leuke... heel veel verschillende soorten dingen. Etentjes. Nu dit weekend is er een Pools etentje. Een buurvrouw die samen met haar Poolse poetsdame gaat koken. Samen Pools koken voor de buurt. Dus voilà, er is van alles te doen. Tof. Maar is er nog iets wat je de wereld toewenst? Als een slotvraag. Is er nog iets dat je denkt, van ja, dat wens ik de wereld toe? De wereld is te divers wat dat betreft. Ja. Onze wereld, onze omgeving...
Ja, een platte rust, denk ik. Ja, ja. Iets meer, iets... Dat was vroeger ook zo'n... Een moet je zeggen? Een hype, hè? Of een modewoord, onthaasting. Maar het is toch wel een essentie. Ik denk dat dat wel komt, omdat ik zelf wat ouder begin te worden. Maar ontgifting is toch ook... De social media, die gsm. Ja. Dus die noodzaak om instant, hè, voor instant gratification. Zo, hè. Dus dat wens ik eigenlijk iedereen toe. Inzicht in de rijkdom van de eigen innerlijke tocht. Ja. Daar zit, denk ik, de grootst mogelijke bevrijding op wereldvlak. Ja. Een portie aandacht voor jezelf en voor je directe omgeving. Mm-hmm. Ik denk dat daar de sleutel ligt. Want al de rest zit toch maar in je kop. Ja, geweldig. Ja. Dus aandacht voor je eigen innerlijke en voor het aandacht voor de mensen om je heen. Ja. Als iedereen dat zou hebben, waarschijnlijk zouden... Ja, en de dingen rond u. Ja. Mensen zijn al druk. En misschien toch nog een allerlaatste vraag. Het stuk, het uitgestelde nieuwe stuk van Lazarus, kunnen we dat hier al gauw in de buurt zien? We gaan nu de laatste week in. En we spelen nog 3 schoolvoorstellingen. Ja. Daar hebben we ook zwaar op ingezet. We willen echt veel, veel meer de jeugd uit hun gsm's krijgen. En, doen die hier nu? Dat is gewoon live of dat is gewoon keizernand. Dat is wel tof. Oké, pak het wel goed. En dan spelen we nog 2 avondvoorstellingen in de Monti. Ah ja, oké, super, allen daarheen. Koen, heel, heel erg dank u wel. Ik vond het bijzonder dat we hier dat eerste gesprek zo mochten doen. Ik vond het ook heel spannend, maar ik was eigenlijk heel rustig. Ja, was super rustig. Dus heel fijn. Merci ervoor en tot in de buurt. Oh, en de kat komt ook. Geweldig. Ja. Met plezier.